welkom bij Kooi TV. We zijn vroeg opgestaan vanochtend en inmiddels al in België. Vandaag gaan we een quarantainebak bouwen. En ja, het is eigenlijk een quarantainebak is onmisbaar voor een serieuze kooiliefhebber. Helemaal als je grotere vijvers hebt, dan is het wel fijn om af en toe een visje apart te kunnen zetten. En het is natuurlijk ook fijn dat als je een nieuwe vis binnenkrijgt, dat je ze daar eerst een periode kan bekijken, kan controleren. En ze kunnen, je kan ze laten wennen aan het water van je vijver. We gaan vandaag bouwen. Het wordt een bak van ongeveer 3x3. En hij wordt gevuld voor een meter, dus dit is een vrij grote quarantainebak. Minimaal is toch wel 1000 liter hoor, dat heb je wel nodig. Er zijn natuurlijk van die 600 liter bakken, werken ook wel, maar als je grotere vissen hebt, dan zijn die niet goed. Een quarantainebak hoeft natuurlijk niet zo heel erg complex te zijn, niet zo moeilijk te zijn en dus ook niet zo duur te zijn. Als je vissen behandelt, hè, als je de quarantainebak gebruikt om vissen te behandelen met medicijnen, ja, dan is een heel complex filter helemaal niet nodig. Omdat, de medicijnen tasten ook het filter aan. Het is vooral belangrijk dat er een goede zuurstofvoorziening is, dus een filter waar het water naar beneden valt. Een trickle tower is een hele goede optie. En om nou vissen over te laten winnen, ja, dan kun je met een biologische filter werken. Al is het zo dat je vaak voordat je de vissen de vijver in doet, ook nog een keer behandelt. Dus ja, het filter is niet zo heel erg belangrijk. In ieder geval veel zuurstof. De bak op zich hoeft ook niet zo heel erg lastig te zijn. Het is natuurlijk mooi als de bak een... wel wat volume heeft. 1000 liter is mooi. Je hebt natuurlijk bakken van 600 liter. Dat kan voor kleine visjes gaat het wel, maar grotere vissen is dat al wat lastiger. Dus 1000 plus. Deze wordt 9 kub. Dus dit is echt een serieuze bak. Maar dat komt ook omdat er veel vissen aanwezig zijn. Dus als je een keer meerdere vissen apart moet zetten, dan is het wel fijn als je zo'n 9 kub. Gaan we bouwen, heel simpel, dus binnen een droge omgeving, dus het hoeft geen hardhouten palen te zijn. Nou ja, je gaat het allemaal in het komend filmpje zien. Nou, dit is hem. Hier komt de quarantainebak in. 3x280. Het filter komt links voor te staan, zodat je er goed bij kan. De rest is nog genoeg ruimte in de schuur om met een net aan de gang te gaan. Dat is echt mooi groot. Jeroen die is druk in Nederland met de vijvers, dus Vlaas en ik zijn team België. Daar gaan we dus aan afmaken. Nou, de drie ringen zitten aan elkaar. Nu gaan we de platen er aan de binnenkant tegenaan zetten. De ringen natuurlijk op hoogte stellen. En dan zo door. Eerste panelen staan erin om de ringen omhoog te houden. Die staan er helemaal waterpas. En nu kunnen we de andere twee platen erin doen. En dan de stukjes die we tekort komen daar. Voor alle zekerheid. De vijver wordt natuurlijk niet 1,20 meter of de kanten gevuld, want dat gaat dan mis. Hij zal een 80 centimeter tot een meter gevuld worden. Dan heb je mooi dat de vissen er niet uit kunnen springen. En dan kan dit systeem, deze constructie kan dat makkelijk houden. Hier komt dus het filter, of aan deze kant, dat weten we nog niet. Maar ergens aan deze twee kanten, zodat je er makkelijk bij kan. Want ja, als je hem daar achterin doet, moet je iedere keer je zwembroek aantrekken om erin te gaan. Je kan nog wel makkelijk met een net bij je vissen, mocht je ze willen vangen, om naar de nieuwe vijver te brengen. Nou, de plaat zit er helemaal in. En door de platen krijgt hij ook zijn stevigheid.
Hele dikke, zware bak. De vaas is de onderste rand nog even aan het vastmaken. Nou, 8:30 begonnen. Nee, 9:30. En nu ongeveer 12:30. Natuurlijk gaat de koning nog strakker erin. Maar die gaan we even kitten. Mooi maken. Helemaal goed. Knippen. Bijvoorbeeld in de hoek heb je, er zit wat spanning, dan moet je losknippen. Dan kun je dat op twee manieren doen. Je kan hem gewoon een knip geven, dan dan is die, dat is zo de hoek, dan is de kracht eraf. Alleen op dit punt zit er toch nog wat kracht en je zal zien dat het heel makkelijk is om hem te, zelfs, maar zie je, hij gaat door en dan is hij open. De andere manier, en misschien verstandiger om te doen, is om een rondje erin te knippen. Zo. Een rondje. Dan open te knippen. En dit is veel sterker. Dit wil niet verder open scheuren. Zie je? Dus dit werkt dan beter. Dan zit dit zo op de hoek. Dan heb je alle kracht is er vanaf. Beste manier om folie te knippen. Nou, dit is het zeer simpele filter. Het is eigenlijk niks anders dan alleen maar losse ringen. In zoverre los zitten in mandje en in zakken. Zodat ze makkelijk zijn schoon te maken. Maar het water komt er dus hierin, dat regelt naar beneden en dat gaat, wat ik wel doe is dus nu een hele kleine zwanenhals maken. Ik ben al helemaal high van de lijn. Een hele kleine zwanenhals maken zodat het water hier ongeveer zo hoog erin blijft staan. Dus het regelt hier naar beneden en dan gaat het via de overloop gaat het weer hier naartoe terug en dan valt het natuurlijk ook. Dus ik doe niet een lange buis naar beneden. Ik laat het echt naar beneden vallen, zodat je extra zuurstof erin hebt. Ja, nogmaals, het biologische gedeelte van dit filter, of van het filter, in een quarantainebak, en zeker een bak of een behandelbak, ja, daar gebeurt niet zoveel mee. Omdat je met medicijnen gaat werken, en of je gaat even wat vis erin doen, dat redt het filter niet. Die gaat ook dood van de medicijnen. Dus het is meer voor de zuurstof. En het is belangrijk dat je vaak genoeg ververst. En daarom is het ook fijn dat dit met bijna 9 kuub water, dat het natuurlijk wat makkelijker is, dat het wat stabieler is. Maar, en ja, dus een heel simpel filter, hoeft niet veel te kosten. Dit is denk ik een plantpot kuip ooit geweest. Vulling is even belangrijk. Hier gaat natuurlijk zo direct de pomp op en dan is het helemaal top. Half 3. En het eerste water zit erin. Zo. Top, hè? Tijdelijke pomp. 5 pompjes zijn vandaag binnenkomen, die is niet binnengekomen. Dus even deze pomp in het filter, dus ook wel handig. En mocht iets misgaan, dan stopt hij op dit niveau.